Yo, Nintendo fans! In de vorige Pokémon Shining Pearl video heb je kunnen zien dat ik mijn starter Pokémon Chimchar heb. En nog belangrijker, ik heb ook mijn pet gekregen van mijn moeder in de game. Oftewel, nu kunnen we echt gaan beginnen. Dus we gaan rennen richting Jubilife City. Let's go! Ik heb Pokéballs. Ik zou Pokémon kunnen vangen. En ik ben heel benieuwd wat voor namen jullie gaan verzinnen voor potentiële Pokémon voor in mijn team. Chimchar, die heet Abu, vernoemd naar dat leuke aapje uit Aladdin. Ja, en ik weet niet of ik een Bidoof wil vangen, hoor. Volgens mij, in het begin van de game komen er nog niet zo'n hele boeiende Pokémon, dus dat is wel jammer. Dus verzin vooral namen van Pokémon die je later in de game krijgt, en dan kan ik die onthouden. Oké, Bidoofie. We hebben hem verslagen en we gaan naar level 6. Even kijken. Ik heb een hele snelle Chimchar met hoge attack, hoge special attack en special defense is blijkbaar het laagst. Maar we hebben wel Ember geleerd. Let's go! Oh, gelijk nog een battle. Oké, weer Bidoof? Nee, nu een Starly. Ik weet niet, man. Ik wil eigenlijk altijd gewoon toffe Pokémon in mijn team. En bij Starly denk ik ook van, het is niet een super, super toffe Pokémon. Ik bedoel, ik vind Pidgeotto uiteindelijk veel toffer worden dan Staraptor. Ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn. Maar Starly is in ieder geval down. Ik kan altijd nog een Starly vangen als die wat hoger level is of zo. Anyway, hier zijn we in de vorige aflevering geweest in Sandgem Town. En we gaan gewoon gelijk door hier naar boven, naar route 202. En daar staat Dawn op mij te wachten. Oké, ja, dat is ook zo. Ik heb je nog niet laten zien hoe je Pokémon moet vangen. Moet dit echt, Dawn? Wil je echt heel graag deze Bidoof hebben? Go, Turtwig! Ja, ik zat nog wat te twijfelen tussen Chimchar en tussen Turtwig eigenlijk als starter. Piplup die valt een beetje af voor mij, omdat ik Empoleon gewoon niet zo heel cool vind. En uiteindelijk vind ik Infernape ook toffer dan Torterra, denk ik. Maar ik vind Turtwig eigenlijk ook wel een hele leuke starter. Nou, dan laten we even zien waar de tas is. En waar je dan de Pokéball kan vinden. Ja, dat is toch allemaal niet nodig. Want jullie kijken ook allemaal Rikachu. En ik kan het ook gewoon voordoen hoe je dit moet doen. Als je dat nog niet weet. Nou, jullie weten dit natuurlijk allemaal. Want jullie hebben ook allemaal vast wel een keer een Pokémon game gespeeld. Voor wie is dit eigenlijk de eerste Pokémon game? Ik denk niet dat er veel mensen zijn voor wie dit de allereerste Pokémon game is. Nou, goed gedaan, Dawn. Lekker hoor. Oh, en we krijgen ook Pokéballs van Dawn. Ja, ik heb in de vorige aflevering ook 15 Pokéballs gekocht. Misschien had ik dat dan beter niet kunnen doen. We gaan door. Let's Gizzy. Go! Wat zit er hier op route 202? Zijn hier in ieder geval trainers? Ik ben een Pokémon trainer. We kijken elkaar aan, dus wij moeten battelen. Nou, let's go. Durf jij tegen mijn Chimchar? Met jouw Starly. Zou echt wat zijn als ik deze battle gewoon verlies. Dan ga ik me echt schamen. Als ik deze battle verlies, dan stopt de serie nu. Dan kap ik er gewoon mee. Dan gaan we gewoon niet meer spelen. Dan is het gewoon klaar. Ja, ik heb mijn Pokémon alleen niet geheeld. Dus ik moet niet te stoer doen, denk ik. Ik dacht van, ah joh, ik hoef niet langs het Pokémon Center. Dit gaat allemaal wel goed komen. Anyway, tweede Ember. Oké. De serie hoeft niet te stoppen, jongens. We kunnen doorgaan met deze serie. Yes. En we gaan gelijk naar level 7. Dus dat is heerlijk. Ik krijg gelijk lekker veel XP'tjes van Tristan. Dankjewel, jongen. Oké, laat ik toch even het Pokécenter checken. Hallo, wilt u misschien mijn Chimchar healen? Dun, 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 dun. Zo, dit was wel een vibe, jongen, deze muziek. Dit is de remix, hoor, deze. Dun, 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 dun. Wow, yo. Dit gaat om en snel. Ja, lekker man, lekker man. Oh, dikke remix hier. Ik geniet van deze muziek. Ik vind het mooi. Maar er is geen tijd te verliezen, want we moeten Pokémon kampioen gaan worden. Dus we moeten door. We moeten Chimchar trainen. Oh ja, in het begin krijg je soms wel een Shinx te zien. Dat zou wel vet zijn. Shinx is natuurlijk wel echt cool om in je team te hebben. Alleen, ja, die heb ik dus echt wel altijd in mijn team gehad vroeger, toen ik Brilliant Diamond en Shining Pearl speelde. Trouwens, ik heb ook een oude Pokémon Platinum serie op dit kanaal. Wil je die zien? Check even de link hieronder in de beschrijving. Want ik heb Pokémon Platinum al helemaal uitgespeeld. Op de Nintendo DS was dat volgens mij. Oké, volgende battle. Wie heb jij? Mevrouwtje Nathalie heeft een... Ja, een Bidoof. Wie had dat verwacht? Ember! Bidoof tackelt mij. Maar ja, Ember is voor nu gewoon goed genoeg, jongen. Hoppa. Je hebt gewoon nog een Bidoof. Jij bent gewoon de ultieme Bidoof-trainster. Jij hebt gewoon ultiem veel liefde voor Bidoof. Ik snap dat. Je moet alle Bidoofs gewoon met respect behandelen. Je moet ze wel verslaan, maar wel met respect. Dus ik zeg, ik bedank u voor de XP, Bidoof. Het was me een waar genoegen. Oké, sorry Nathalie. Ja, sorry. Ja,
moet even iets meer variatie in je Pokémon nemen. Zo, even een Starly uit de weg ruimen. En naar level 8 gaan. Wow, deze Chimchar wordt kapot snel. Oké, laat me even een potionje gebruiken voor de zekerheid. Het is dan wel geen Nuzlocke challenge, maar hey, ik wil gewoon niet dat mijn Pokémon down gaan. Yo, Logan! Ja, die heeft dus een Shinxie bij zich, hè? Ja, super cool met zijn gele ogen. Shinx is zo cool. Hoppakee, maar is Shinx ook sterk? Dat moeten we ons afvragen. Tackeltje? Nou. Oh, het was een critical hit. Nou, oké. Dit worden weer lekker veel XP'tjes, hoor, voor Chimchar. Lekker! Doei, Shinx! Mahoe! Kijk, hoppakee, 38 XP. Ik ben wel benieuwd als we level 5 tegen level 5 hadden. Wie dit dan zou winnen? Ik was nu natuurlijk al een paar levels hoger, hè. Deze meneer zegt, sommige Pokémon zijn alleen 's ochtends en sommige zijn alleen 's avonds. Oh ja, dat heb je natuurlijk ook, hè. Volgens mij, Hoothoot kan je bijvoorbeeld alleen 's avonds vinden, toch? Eens even kijken, we zijn in Jubilife City. Ja. Hallo, Dawn. En die zegt, ben je al Pokémon aan het vangen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb nog geen extra Pokémon gevangen. Nee, ik ben nog geen echt een hele leuke Pokémon tegengekomen, Dawn. Dat is een beetje het probleem. Ik wil alleen epische Pokémon in mijn team, zodat ik die ook epische nicknames kan geven die jullie verzinnen. Ja, je hebt hier natuurlijk superveel huisjes. Maar voor mijn gevoel is er nooit wat te doen in die huisjes. Ik kan praten met deze mensen, maar ja, wat heb ik eraan? Dus, dag. Hallo, iedereen, meneer. Hij vraagt, hoeveel weet je over Pokémon? Nou, ik weet heel veel over Pokémon. Dus is hier blijkbaar een Pokémon school? Ja, daar heb ik helemaal geen zin in, hoor. Oh, hier kan ik volgens mij nog niet naartoe nu. Nee, de GWS is nog niet klaar. Hoppakee, ik word weer weggeduwd, jongen. Wat is iedereen van het fysieke contact in deze game? Nou, laat ik toch maar hier even naar binnen gaan, want hier staat Chukarik ook in de school. Oh ja, we moesten natuurlijk nog een pakketje geven, hè, aan Chukarik. Want die was er al zo'n malle vandoor gerend vanuit huis. Het is een town map, oftewel een mappie van de wereld. Een map van Sinnoh, en wij krijgen er eentje terug. En nu moeten we naar Orenburg City. Oké, later. Je rent weer vandoor, hè? Ja, dat dacht ik al. Doei. Ja, hey, jongens, ik heb geen tijd voor school. Ik moet beste Pokémon trainer worden. Oh ja, in deze stad waren allemaal clowns, hè? Kijk, rechtsbovenin zie je die clown. Deze meneer zegt, ben jij een Pokémon trainer, maar heb je nog geen Poketch? Dat is een afkorting van Pokémon Watch. Oftewel, Pokémon horloge. Ja, hij heeft de Poketches gemaakt en er is nu een campagne gaande. En we moeten inderdaad 3 clowns vinden en dan krijgen we onze eigen Poketch. Hallo, clown 1. Hij heeft een vraag voor ons. Groeit een Pokémon als je andere Pokémon verslaat en krijg je dan XP-punten? Ja, Oké, we hebben een Poketch coupon nummer 1. Ik ben op zoek naar alle clowns in deze stad. Oh, hier is nummertje 2. Kan een Pokémon een item vasthouden? Jazeker kan een Pokémon dat. En een Poketch coupon nummer 3. Nou, dan moeten we nog even die tweede vinden. En die staat hier. Hebben moves van Pokémon ook types? Oh man. Ja, dit is wel echt heel basic. Natuurlijk, jongen. Dat weten we toch allemaal. Dit was echt de makkelijkste quiz ooit. Oké, meneer, ik heb de couponnetjes. Mag ik nu een Poketch? Ja, dankjewel, man. Met de R-button halen we die tevoorschijn. Dag. Bedankt. Ah, kijk, daar is die. Oké, cool. Alleen ja, nou kan ik hem dus niet aanraken. Wat kan ik er dan mee doen? Oh, zo. Oké. Rekenmachientje. Hoeveel geld ik heb, denk ik. Mijn Pokémon? Ja, oké, ik wil mijn Pokémon dan wel hier zo. Dat vind ik prima, ja. Oh, als je R ingedrukt houdt, dan verdwijnt hij weer. Ach, gelukkig. Ik moet er niet aan denken dat ik de hele tijd dat ding in beeld had. Oké, we gaan denk ik nu hier naartoe. Yo, Chukariki! Die is echt best sterker geworden, natuurlijk. Laten we battelen. Oké, let's go, Chukariki. Ik heb nog maar 1 Pokémon, hè. Ik heb nog geen Pokémon gevangen. Oké, jij hebt 1 extra Pokémon gevangen. Jij hebt er nu 2. Jij hebt wel die Starly gepakt. Oké. Let's go, Abu. Come on, die Starly kan je hebben. Oh, hij is wel al level 7. Nou, met 2 klapjes kunnen we hem toch slopen. Ja, de aanval is wel nice, man. Oké. Hij zegt, word niet arrogant. Dit gevecht is nog niet voorbij. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Het gevecht is pas voorbij als ik al jouw Pokémon heb verslagen. Toch? Dat is toch hoe het werkt? Dat hoef je niet uit te leggen aan mij, jongen. Starly is down. En dan nu. Tegen Pipluppi. Oh, maar Pipluppi, jongen. Pipluppi. Oh, nee. Pipluppi heeft nu wateraanvallen. Sowieso. Ik ben wel sneller. Dit is een probleem. Oké, hij doet pound. Ja, hij gaat mij slopen, denk ik, jongen. Ik had toch even een extra Pokémon moeten vangen, denk ik. Ik denk echt dat hij mij kapot gaat maken. Hij doet nu Growl. Ga je niet je water aanvallen? Mijn attack is naar beneden. Misschien moet ik maar Ember proberen. Ik weet dat het not very effective is, maar ik zou hem hiermee kunnen verbranden. Of niet? Het is natuurlijk een water-Pokémon. Ik moet zeker niet arrogant gaan doen. Als hij water aanvallen gaat doen, dan ben ik echt de Sjaak, hè. Ik weet niet of hij al waterpistool kan of zo. Hij blijft maar pounden. Oké, Scratch, let's go.
Ik moet hem zo vaak raken. Hij doet weer growl. Mijn Scratch is nu helemaal useless geworden. Daar heb ik niks meer aan Scratch. Ik moet wel gaan amberen, ook al is dat niet very effective. Kom op! Kom op! Let's go! Ik moet hem nog 2 keer raken nu. Heel erg bedankt dat je geen waterpistool op mijn hoofd doet. Want dan was het gewoon over. En nog steeds niet. Nou, wat houdt hij in rekening met mij? Dat is zo lief. Nou, dankjewel, Chukarik, dat je me laat winnen van jouw Piplup. Ja, of hij kent oprecht nog geen wateraanval. Dat kan ook, hè? Ik ben wel level 9, zelfs bijna level 10 geworden. Ja, dit is top. Dit is geweldig. We hebben voor het eerst van Chukarik gewonnen. Wat gebeurt er? Heb ik verloren? Ja, toch wel. Ik had het ook niet verwacht. Ah, dit is de laatste keer ooit dat ik verlies. Ik word de stoerste trainer. En ik ga de Orenburg City Gym uitdagen. Oké, vriend. Is goed. Ik ga mijn Pokémon healen. En dan gaan wij ook richting Orenburgie. Let's go. Dus even kijken of we toch misschien een extra Pokémonnetje kunnen vangen. Nee, weer niet. Nee, we hebben nu weer Starly. Ik hoef geen Starly. Ik wil wel je XP, Starly. Zodat ik gelijk level 10 ben. Jeetje, mijn snelheid zit nu al op 20. Jeemig. En mijn special attack gaat ook lekker. Misschien moet ik gewoon focussen op mijn special attack eigenlijk. Oh, ik kijk er echt naar uit om Chimchar achter me aan te kunnen laten lopen. Dat is zo leuk. Dat kan namelijk ook in deze game. En je kan ook je kleding aanpassen strakjes. Je kan dus andere kleren kopen. Dat lijkt me ook wel cool. Ja, er is zoveel te doen. Je kan ook nog naar de underground waar je weer speciale Pokémon kan vangen. Maar ik weet niet precies waar dat allemaal is in de game. Volgens mij is dat vrij snel in de game. Misschien zelfs wel in de volgende stad. Ik hoop niet dat ik het heb overgeslagen, want ik ben niet zo van in de huisjes gaan en dat soort dingen. Misschien had ik dat wel moeten doen in Jubilife City. I don't know. Ik had er gewoon even geen zin in. Ik wil gewoon keihard door. En daar is Zubat. En die pakken we ook bijna in 1 keer aan. Zubat gaat voor Absorb. Die gaat waarschijnlijk, ja, 1 HP van mij stelen. Oh. We komen tot nu toe wel kleine nerdjes tegen als trainer. Hoor. Ga je nou een grasaanval doen op mijn Chimchar? Je hebt vast toch wel iets beter, joh, met je Zubat. Oh, deze mevrouw legt even uit dat de eerste Pokémon die in jouw team staat ook de Pokémon is die naar buiten komt als je wil gaan battelen. Uiteraard, dat wisten we natuurlijk. Wie vinden we hier? Ik kom echt alleen maar Starlys en Bidoofs tegen. Zo vangen we nooit een nieuwe Pokémon. Maar ik moet respect blijven houden voor deze Pokémon. Want ze gunnen mij genoeg XP om gewoon hoger level te worden. Wat heb jij voor vette Pokémon, Dallas? Cricketoad! Ja, het is ook niet eentje die ik heel snel in mijn team zou doen. Ik verwacht ook eigenlijk dat ik hem met 1 klapje uitschakel. Want dat is natuurlijk een Bug-type level 7. Dit kan weer wel lekker worden voor de XP. Hoppa! Lekker bezig, Abu. Ja, ik ga het wel moeilijk krijgen, denk ik, in de eerste gyms er ook. Dan moeten we toch misschien even een nieuw Pokémonnetje weten te vangen ergens. Maar tot nu toe ben ik hartstikke blij met Chimchar. Nog een trainster. Oh, je hebt gewoon 3 Pokémon? Uiteraard, Bidoof. Ja, dat vond ik altijd aan Brilliant Diamond en Shining Pearl. In het begin krijg je zo lang te maken met Bidoofjes en Starlys. En is dat zo'n beetje het enige wat je tegenkomt? Ik vond dat een beetje saai. En eerlijk gezegd had ik gehoopt dat ze dat zouden aanpakken. Dat er misschien meer Pokémon in zouden zitten. En dat je misschien aan het begin gelijk iets meer variatie had in de wilde Pokémon die je tegenkomt. Maar dat is dus niet zo. En dat vind ik wel jammer. Want nu blijf ik gewoon heel lang hangen aan mijn Chimchar zonder dat er ook maar iemand komt helpen. Nou is het wel zo dat je heel snel volgens mij in de Grand Underground kan strakjes. Zodat je daar wat zeldzamere Pokémon kan vinden. Maar dat kan nu dus nog niet. Yo! Zij heeft gewoon een Bidoof. En ik wil Bidoof eigenlijk niet verslaan. Want Bidoof was zo'n held in mijn Baby Only Challenge in Pokémon Sword and Shield. Dat was super vet om te doen op dit kanaal. We hebben de game helemaal uitgespeeld. Alleen maar met Baby Pokémon. En Bidoof was onderdeel van dat team. Bidoof was super vet. Maar ja, we moesten het nu toch deze Bidoof verslaan om door te kunnen. Toen zijn we Munchlax al tegengekomen in de intro. En nu Bidoof. Wat leuk. Deze trainster zegt, ja, ik heb de badge al van Orenburg City. Ik heb dat gewoon al gefixt. Oké, welke Pokémon heb je daarvoor meegenomen? Een Starly toch weer? Ik denk, jij hebt een sikke Gyarados of zo, maar nee dus. Een level 5 Starly, dat is knap. Dat je daarmee die badge kan pakken. Ik was aan het dagdromen. Ik heb Starly verslagen. Ik krijg XP. We zijn al level 11. Yo, nog even. En Abu gaat gewoon al evolueren. Ik weet niet, maar we gaan zo hard met Abu. Doei! Yo, maar ik wilde eigenlijk gewoon dit item gaan pakken. Daarom liep ik die kant op. Een Repel. Oké. Gaan we nog even battelen tegen deze knakkie? En die zegt, geef me een battle, zodat ik klaar ben voor de gym challenge. Oké, Sebastian, let's go. Wie heb jij? Machop.
Machop. Zouden we die kunnen vangen hier in de grot? Want Machop is wel interessant. Als ze die uiteindelijk kunnen evolueren naar Machamp, dan is het best wel een lekker Pokémon dat je denkt om hem in je team te hebben. Chimchar wordt natuurlijk uiteindelijk ook een fighting type. Hè? Dus ja, dan weet ik weer niet of het nodig is. Maar voor nu is het misschien wel handig. Oh, yeah, we gaan in de grot. En je moet nooit met een vuurtype in de grot gaan, want dat is een probleem. Hallo meneer. Oh, kijk daar. Jij hebt de Pokécatch. Je bent best wel een nieuwe trainer. Ah, ik heb wel wat voor die Pokécatch van jou. TM98. Die TM's hebben allemaal Rock Smash. Maar nu hebben we dus de Hidden Moves, de verborgen moves app gevonden. En als we dan Rock Smash vanuit de Pokécatch app gebruiken, dan hoeven we dus die TM niet te geven aan een Pokémon. Oh, dat klinkt dus wel handig. Dan zouden we dus daar kunnen gaan staan. Oh, wacht even. Eerst een wilde battle. Tegen een zoerbedje. Ik durf niet te ver de grot in, jongens. Ik heb ook nog maar 7 keer dat ik Ember kan gebruiken. Da! Nee, geen supersonic. Dat is zo irritant. Oké, ik ga wegrennen. Doei. Oké, kunnen we dan nu Rock Smash gebruiken? Dan moet ik denk ik nu hierop klikken of zo. Oh, kan ik het nog niet gebruiken? Nou, misschien komt dat later. Volgens mij kon ik nu in de game inderdaad nog geen Rock Smash gebruiken ook. Yo, Curtis, gooi Shinx. Ja, jammer genoeg ben ik nog geen Shinx tegengekomen. Alhoewel ik dus wel twijfel omdat ik Shinx letterlijk volgens mij elke keer in mijn playthrough van deze game heb gebruikt. Dus ja, dat wordt dan ook iets minder leuk. Oké, let's go. Curtis is down. Volgens mij was dit maar een hele kleine grot. Ja, kijk, hier kunnen we al naar buiten. We moeten even afrekenen met haar. Picnicker Diana. Oh, dit gaat lukken in ieder geval tegen deze Bidoof. Ik kan nog maar 4 keer Ember gebruiken. Jeetje, wat zijn we lekker bezig, Chimchar. Goed zo, man. Echt top. Oh nee. Psyduck. Nee. Oké, die is maar level 5. Gelukkig is die maar level 5. Dan kan ik gewoon gaan scratchen. Ja, dit gaat goed komen. Psyduck gaat ook scratchen. Het is 1 scratch battle. Raaah, pak hem! Psyduck blijft wel cool, man. Oké, we gaan naar buiten. En dan zijn we in 1 keer in Orberg City. Yo! En deze gast die zegt, hey, als jij geen badges hebt, dan vindt iedereen jou een noob. Laten we dan zorgen dat we in de volgende aflevering geen noob meer zijn, jongens. Doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en zet je meldingen aan, zodat je niks mist van deze serie. En dan zie ik je gewoon bij de volgende aflevering. Ik heb er zin in. Mazzel.